Ik ben Helma Lodders, voorzitter van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze commissie houdt zich bezig met alle onderwerpen met betrekking tot de gezondheidszorg. Dus dat gaat over ziekenhuiszorg, dat gaat over zorg in verpleeghuizen, ouderenzorg. Maar het gaat ook over sport. Deze commissie praat bijvoorbeeld over welke geneesmiddelen in het zorgverzekeringspakket vallen of welke middelen daarin vallen. Maar het gaat ook over een sportakkoord. Dus op welke manier kunnen we mensen activeren om te gaan sporten of kinderen activeren om meer te gaan sporten. Actueel voorbeeld waar deze commissie over praat is de hoeveelheid mensen die nodig is, de handjes aan de bedden voor de ouderenzorg. Dus hoe gaan we het geld wat beschikbaar is besteden aan de zorg, liefdevolle zorg voor ouderen. De commissie spreekt natuurlijk niet alleen over de gezondheidszorg, maar denkt er ook na hoe we zo min mogelijk gebruik hoeven te maken van de gezondheidszorg. Dus hoe we gezond kunnen leven, hoe we gezond kunnen eten. Roken, dat is natuurlijk een belangrijk thema waar veel over gesproken wordt. Het mooiste vind ik als ik terug kan kijken op een debat waar zowel de Kamerleden hun vragen hebben kunnen stellen, het gesprek aan kunnen gaan met de bewindspersoon, met de minister, en dat ze met elkaar tot goede voorstellen komen. Voorstellen waar de mensen in het land ook daadwerkelijk wat aan hebben.